Dag iedereen en welkom bij de derde oefening op serieweerstanden. In dit geval hebben wij een circuit met een bronspanning van 12 volt en twee verschillende weerstanden. Dus in dit geval hebben we een weerstand van 1 kilo ohm en een weerstand van 2 kilo ohm. Zo gaan we hiermee beginnen. Uiteindelijk gaan we weer starten door de vervangingsweerstand te bepalen. Vervangingsweerstand RV zal gelijk zijn aan de som van beide weerstanden. Om dan uit te komen op 1 kilo ohm plus 2 kilo ohm of 1000 ohm plus 2000 ohm is gelijk aan een 3 kilo ohm. Bij deze hebben we dit circuit dus vervangen door zijn vervangingscircuit. Waarbij we één bron hebben, één weerstand. We weten al in welke richting de stroom gaat vloeien. Door de plus- en de minkant van de batterij. De pluskant van de batterij. De stroom gaat vloeien naar de minkant van de batterij. De stroom loopt dus volgens de aanduiding van deze pijl. En de stroomgrootte is gelijk aan I. Is spanning deel door weerstand. Stroom zal bij gevolg gelijk zijn aan 12 volt deel door 3000 ohm is gelijk aan 4 milliampère. We weten dus dat de stroom die dat in dit circuit zal vloeien gelijk is aan 4 milliampère. Indien dat we dan teruggaan van dat circuit naar dat circuit, weten we dat door beide weerstanden dus dezelfde stroom zal vloeien. Bij de circuits met identieke weerstanden waren de spanning over beide weerstanden hetzelfde. In dit geval gaan we dus twee verschillende spanningsvallen gaan krijgen. Dus indien wij de spanning willen berekenen over R1, U, R1, het wordt bepaald door de stroom door R1 maal de weerstandswaarde van R1. Als we dat uitschrijven, komen we dus op een stroom van 4 milliampère of 0,004 ampère, maal een weerstand van 1000 ohm. Door de weerstandswaarde van 1000 ohm en de stroomsterkte van 4 milliampère komen we hier dus uit op een 4 volt. In de vorige oefening was de spanning over de tweede weerstand even groot als de spanning over de eerste weerstand. Nu zal dat dus niet meer opgaan. Dus indien dat wij de spanning berekenen over de tweede weerstand, en we nemen de stroom die in dit geval dezelfde waarde heeft als bij de eerste weerstand, en we vermenigvuldigen dat met de tweede weerstand, die dat een waarde heeft van 2000 ohm, dat is 0,004 maal 2000. En indien dat we dat uittalen, komen we dan uit op een 8 volt. We kunnen onze berekening controleren door te kijken of dit wel klopt. Hè? We hebben hier 4 volt die staat over R1 en we hebben 8 volt die staat over R2. We weten dat onze bron 12 volt zal genereren en die 12 volt die moet dus ook in totaal verbruikt worden. We hebben een bron die 12 volt genereert. R1 eet daar 4 volt van op, houdt dus nog 8 volt over. En R2 eet de resterende 8 volt ook op. Dus hiermee hebben we aangetoond dat deze oefening klopt.